Als je mij vraagt, zit daar een leider in? Zit daar iemand uh, die die leiderschap uh, op zich zou kunnen nemen? Het antwoord is nee. Ik bedoel, dat, daar kampt de Partij van de Arbeid als een geruime tijd. Hè? We, we zijn een beetje natuurlijk geïmplodeerd uh, al een geruime tijd geleden, omdat wij zaken niet durfden te benoemen, niet durfden goed te organiseren. We, we liepen aan de, aan, de, aan de lijf van, van ja, de zogenaamde mastodonten die uiteindelijk bleken. Uh, uh, ja, de, de, de kudde niet zozeer in schouw te hebben, om het uh, uh, lyrisch uit te drukken. Uh, uh, en dan kom je dus tot het punt waarbij je dus te maken hebt met eigenlijk inderdaad uh, niet alleen een leiderschapscrisis, maar ook een visiecrisis. Maar goed, als jij mij vraagt, nou ja, de fractie is zoals de fractie is. Wie zou dan uh, ja, de beste papieren hebben? Ja, dan denk ik toch uiteindelijk dat Katy Piri de beste papieren zou hebben. Uh, 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 nou goed, of ze dit gaat doen, weet ik niet. Ik hoor dat zij. Ja, ik bedoel, mensen kijken naar haar, maar ik begrijp dat zij er niet helemaal happig uh, op is of zo. Um, dat hoort ook bij de politiek natuurlijk, hè? Ja, je precies. Moet gewild, je moet gewild zijn. Ja, precies. Dus laten we kijken welke kant het uitpakt.